Op 21 juli bracht Arie van Bommel, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij, een werkbezoek aan Arnhem. De SP in Arnhem wil vooral weten hoe de bewoners denken over hun wijk. Dit keer ging de belangstelling uit naar de mening van bewoners in de wijk De Laar West. In deze wijk kampt men ook met hangjongeren, zwerfvuil, overlast van hard rijden met scooters en dergelijke. Nou, het beeld is een beetje gemalleerd, het wisselt. We spreken mensen die heel erg tevreden zijn. We horen ook wat klachten, vooral over hangjongeren die ook daar in een speeltuin een flessen bier drinken, een flessen stuk gooien, er wordt gebloot. Dus er zijn ook wel mensen die overlast ervaren, maar het beeld is wisselend. Wat is volgens u de reden dat het zo slecht gaat? Nou, ik zou dus niet willen zeggen dat het hier heel erg slecht gaat. Maar we merken wel dat, we hebben ook een aantal buurtbewoners gesproken, die toch zich een beetje terugtrekken in hun huizen. Die zich niet meer bemoeien met de buurt. En dat is altijd heel erg slecht voor een buurt. Wat vindt u dat de lokale SP hier nog moet doen? Nou, ik vind het heel goed om in zo'n wijk, die niet geldt als een krachtwijk, dus niet die extra overheidsaandacht krijgt en dat extra overheidsgeld, om in zo'n wijk juist een enquête te houden, met mensen te gaan praten, om te kijken op welke punten het nog beter kan in de wijk. En ik hoor heel duidelijk dat men toezicht, meer toezicht wil. Er zijn toezichthouders, maar die zijn er te weinig. We gaan straks ook nog praten met de wijkagent die ook over deze wijk gaat. En ik hoop dat we daar dan toch wel een beeld kunnen krijgen van de aandacht die de gemeente heeft voor een wijk die niet geldt als een krachtwijk. Maar de Haagstraat, daar is niet geld genoeg voor. Ja, dat is een kwestie van kiezen. Wanneer je het uitgeeft aan een joint strike fighter of wanneer je het uitgeeft aan de hypotheekrenteaftrek en je pakt dat niet aan, dan kun je het niet besteden aan leefbaarheid. En ik zou wensen dat het anders ging. Door bij huizen aan te bellen, Arie van Bommel deed daar actief aan mee, hoopte de SP de mening van de bewoners te kunnen peilen. Heeft geen klachten. Voelt zich ook veilig in de wijk. Ja. Helaas werden vele deuren niet open gedaan, omdat er gewoon niemand thuis was. Nou, krantje zou ik ook maar niet doen, want die heet hij op. Frits Bolkestein werd uitgescholden, dan zei hij altijd aangenaam. Aangenaam Bolkestein. Ja. We hebben ook nog een krantje voor u, dat geeft één keer de 3 maanden uit. Dat gaat over de tijd. Ja. Dank u wel voor uw medewerking. Ja, en een fijne dag nog.